Ja. De kachel mag nu echt niet aan. Wat? De kachel mag nu echt niet aan. Nee. Ik heb bloedfysiek met thee, niet te doen. Ik voelde dat net al allemaal zand. Wat? Allemaal zand. Zand. Is dit water nieuw? Wat? Het water wat je ligt. Nee, absoluut niet. We hebben ook nooit nieuw water in de boten. Nee. Misschien moeten we gewoon een fles kopen. Misschien moeten we gewoon een fles kopen. Dat kunnen we hier niet eens kopen, hè? Waarom? We hebben het toch niet. Kijk. Oh, zal ik ook veel nemen? Dat is wel handig, hè? Bijna gezonken. De enige vrouwelijke matroos aan boord die ging met de benen in de zeilmast. Kom maar even op de zeilmast zitten. Oeh, ik ben een beetje draaierig. Oh. Niet snel opgestaan. Je hebt allemaal zweet in je haar. Ja, dat kan kloppen. Ja. Maar kijk nou, op de voorkant. Helemaal in het licht. Nee, hier die camera op de voorkant. Nee, dat is zeewier. Nee, hier. Kijk, hier staat de pons op de voorkant van de boot gericht. Oh! En dan is dit ongeveer wat mensen zien. Ja, echt, denk je? Denk je het echt, hè? Zo heftig? Ja. Zal het echt? Ja. Maar ik vind het wel heel mooi dat mensen dat zien. Dan zien ze dat je seks in de mensen. Dat je eindelijk sport. Aan het sporten bent, ja. Wat ga je doen? Ik dacht we gaan zo naar roken. Maar we hebben een beetje draaien, dus het kan best wel kloppen. Laat ik maar recht lopen. Dus ik kwam wel echt op het juiste moment. Wat? Ja, het lijkt wel alsof je de boot zag bewegen en dacht, laat ik daar eens even gaan kijken. Nee, ik heb geen Jesse van de Graaf. Oh, ja, is leuk hoor. Die de Mgolse tent laat bewegen. Maar dan ga ik wel gewoon door hoor, straks zo. Ja, hij heeft net seks gehad. Ik heb hem uit zijn bed gehaald. Ja. Yes. Het is mijn overwinningsdansje, dan ga ik even zo staan. Oké. Oh god. Daar wil ik niet mee geassocieerd worden. Ik voel me naar de seks ook echt een man. Mooi zo. Ja, daarvoor ook hoor, trouwens. Heb je trouwens nog tapas over, of niet? Dat was? Ja, ze weet ik al wat anders dan shampoo. Oh ja, tuurlijk. Ja. Oh, maar wel in de boot. Ja, we moeten terug zo. Ja, het staat naast mijn bed, dat ik wist niet of Merel wilde. Doet Merel het ook wel? Ja, maar die is elke dag. Nee? Maar alleen in het weekend, zei ik. Die is er goed voor je. Die snoer, jongen, met die speen. Nou, op met me. Ik zit bij de laatste vijf. Willen ze bij de laatste vijf? Ja, ik denk het wel, ja. Oh. Nou. Lag ik bijna op het snoetje, hè? Snoetje, toetje. Oh. Ja. Oh, een troep! Oh, pas wel op, daar komt licht doorheen. Dat is echt gevaarlijk. Licht in de nacht is eng. Nou, slaap lekker, Pip. Wat rusten. Beetje snorretje. Ja, leuk, hè? Ja. Vind je hem net zo leuk als dat ik het vind? Ik vind hem wel geinig. Bestaat je niet? Nee. Het is wel grappig dat je altijd experimenteert met je uiterlijk. Ja, mooi, hè? Rusten. Yo. Hey, Ger. Yo.
Ik heb een goed idee. Oh. Ik wil gaan minderen met roken, maar zelf lukt het me niet. Ik doe voortaan elke dag dat bitcoin. Ja. Dan loop ik naar de rookcel, doe ik zo. En als hij op bitcoin valt, mag ik roken. En als hij niet op bitcoin valt, mag ik niet roken. Dus nu mag ik roken. Ja, want aan alle beide kanten is bitcoin. Nee. Oh. Mag ik ook roken? Zie je, het is in mijn voordeel. Je hebt een beetje verzwaard geloof ik. Bitcoin. Weer. Nou. Niet. Nee. 5 keer wel, 1 keer niet. Nou ja, is toch beter. Is toch 1 keer niet, hè? Ja, kijk, nou gaat hij ook weer niet dan. Nee, wel. Wel roken. Ja, nou, lekker. Nou, beter nou, toch? Dan moet ik nu eens even gaan roken. Voor mij verandert er niet zoveel dan. Nee? Nee, maar misschien vanaf morgen wel. Ja. Trusten. Yo. Ik heb dit gedrag. Doe dat sinds 2008. Doe dat sinds 2004. Nog even. Ja, maar je was er goed bezig daarvoor. Ja, was. Waarom nu niet meer? Ja, motivatie weer kwijt. Motivatie weer kwijt. Hoe kan je zo naar de oorlog gaan winnen? Of is het geen oorlog? Nou, dat scheelt. Nou, kom dan maar liggen. Dat soort dingen. Volgens mij gaat Dylan ook op Milijn. Ja? Ik moet een nieuwe foto maken. Waarom? Het zijn allemaal oude foto's. Ja, dat gaat goed nu toch tussen ons. Ik zal niks veranderen. Ik irriteer me een beetje aan het licht. Ja. Kut. Het is ook niet een avondlampje of zo, hè? Hier staat hij altijd vol te tetteren. Ja, maar kijk, de avondlampen staan wel aan, maar die anderen zijn niet uit. Dat is altijd zo hier. Maar in de tenten zo gaan de anderen toch uit? Ja, overal in de kast ook. Ja. Overal, behalve bij ons. We moeten er echt een keer wat van zeggen. Ja, doe jij dit morgen? Ja, ik zou wel ja willen zeggen, maar ik vergeet dat weer. Dan lig ik weer op bed en denk ik, oh ja, kutzooi. Ja, dat is het probleem, kunnen we oplossen. Dus middags gewoon op bed. Deed je dat? Maandenlang, heerlijk. Maandenlang, dat valt best om. Nee, echt. Yes. Nee, echt waar meer. Echt maandenlang. Met Atje gezellig. Ja, was leuk man. Ja. Toen waren we best Buddies for Life, totdat hij me verliet voor Jens. Of ik had hem verlaten voor Ger of zo, denk ik. Dat zag Jens eerst niet staan. Huh? Jens was altijd bij ons. Ja. Waren Ger en ik al vrienden toen jij binnenkwam? Nee, hè? Ger en ik moesten elkaar eerst echt niet. Nee? Nee. Toen zijn we in januari ranking stars genoeg, sinds toen waren we vrienden. Een maand geleden had ik haar ook naar huis gestuurd. Toen ik hier kwam. Ja? Ja. Ik
kan je nou niet meer voorstellen. Je hebt echt kleine tepels, hè? Ja. Ik denk dat we